Hallo, Spengers, Brothers en Gamers, nu aflevering van de Minecraft Survival. Ik heb serieus 2 uur offscreen al dat water weg moeten werken. Damn, het was een hel. Ik heb het helemaal volgepompt met dirt. En met zand. En met gravel. En dit is nu zeg maar de resultaten wij momenteel hebben. Voor mij is er misschien wel wat water hier tussendoor. Maar ik heb gewoon laag voor laag. Dus eerste laag, tweede laag. Ik heb ook even maar alles weggehaald. Dan denk je, Rick. Ja, ik ga nu maar beginnen denk ik met het echte maken hiervan. Zo. Ik wil zoveel mogelijk deze bricks gaan gebruiken, dus ik heb heel veel cobblestone nodig. Ondertussen eerst even gaan we mijn mijn in, denk ik, om wat meer cobblestone te maken en te smelten. En daar zit een squid vast, geloof ik. En ja, uiteindelijk gaat dit helemaal tot bedrock komen en wordt dit ons intense, supercoole huis. Ik kan alvast gaan beginnen met dit. Dit komt in principe weer zo. Dan denk je, Rick, waarom plaats je dan die stones hier? Die, hoe heet deze ding eigenlijk? Stone bricks hier. Nou, mijn vriend, dat is heel logisch. Want anders zit je aan de onderkant en dan zie je aan de bovenkant zie je allemaal dirt. Dat vind ik niet mooi. Dus gebruiken we ook hier stone bricks. En in de muren ook. Zie je dat? Daar stone bricks. Daar moet ik nog vervangen met stone bricks. Maar ik heb nog niet genoeg stone bricks. Yes. Ik kan hier alvast eventjes gauw wat begin van de farm doen. Dus ik even gauw een bucket of water pak. Kan ik hier alvast even één plantje doen. Heb ik nog zaad? Ha, zaad. Ik moet even kijken. Waarschijnlijk hebben mijn seeds nog ergens in mijn chest zitten ofzo. En anders ga ik alvast even de mijn in. Dan moet ik even seeds halen. Ja, 2 seeds. Woehoe! Whoop die fucking do. Heb ik ook nog ergens een bucket? Ik heb ooit buckets gebruikt. Nou, ik maak wel even een nieuwe. No problemo. Hoe kom ik trouwens aan diamonds? Oh, wacht, die heb ik ooit gehaald. Dat is waar ook. Ik speelde niet zo heel veel in deze wereld. Dus ja, dan krijg je dat soort rare situaties. Ik heb hier gewoon water. Dat is mooi. En dan denk ik eerst even gauw de mijn in ga. Heb je snel. Heb je gauw wat stone smelt alvast ondertussen. Jij. In de oven. Maakt in principe niet zo heel veel uit waar ik graaf, maar ja, als ik toch aan het graven ben naar beneden, kan ik net zo goed mee verder gaan. Hopelijk vinden we nog wat diamonds, nu ik toch bezig ben, maar ik betwijfel het. Ik betwijfel de diamond vondst. Maar maakt niet uit, dit verbeter ik ooit nog wel, ik weet niet, dit wordt waarschijnlijk ook niet mijn vaste mijn, alhoewel. Waarom ook niet, weet je, ik heb hier gewoon die dingen gebruikt, een beetje zonde, maar. Nou ja, zonde, valt ook alweer mee. Groot woord, welk niveau zit ik? Zit ik op FS13? IS13 bedoel ik? Nee joh. 23, waarom ben ik dan hier een keer op de zijkant opgegaan? Waarschijnlijk vond ik hier iets, kool of cobblestone of iets in die richting. Cobblestone, nee, dat vond ik overal, dus dat zal het niet geweest zijn. Ik weet nog steeds niet of het nou 16 of 13 is. De meningen verschillen voor mij zo'n beetje nog steeds bij iedereen. Heb ik dit nog nodig voor de experience? Natuurlijk heb ik het nodig voor de experience. Ik ben wel level 27 in iets van 8 afleveringen. Niet heel slecht als je kijkt dat ik echt nooit focus op het halen van experience. Ik heb geen idee, ik heb geen idee waarom ik dit doe, maar ik ben gewoon te lui om te switchen naar mijn speed als ik die sowieso heb. Nee, mijn spade is kapot gegaan in een tragisch spade accident. Een spade ongeluk. Oh, dit is 13 trouwens, dus zo. Heb ik nog torches bij, maar dat zou wel fijn zijn. Wow, 2 torches! Echt royaal dit, royaal. Ja. Irritante kut, troep. Kan ik niet cobblestone hakken. Door die irritante dirt. Fuck jou, dirt. Zo. Nou stopt het en kan ik eindelijk cobblestone hakken. Woehoe! Waarom mag je cobblestone op 13? Nou, dan kan ik ook nog diamond vinden. Oh, hey, dat zijn het ook al. Ik weet het. Ik dacht, ik help je gewoon eventjes. Kijkert. Ik wil vandaag toch echt een beetje de weed afdeling van mijn farm af hebben. Dan heb ik tenminste 1 verdieping. En dan heb ik iets, weet je. Dan heb ik iets. Want ik kan mensen ook laten zien van, kijk, ik ben cool. En dan zeggen ze echt niet. Dan zeg ik, jawel. En dan heb ik iets, weet je wel. Dan heb ik iets. Eindelijk heb ik iets. Yes. Ik zit echt over te twijfelen om die sters te gebruiken. Het ziet er wel een stuk vetter uit. Dus ik denk dat ik het wel ga doen, ja. Oh ja, daar moet ik ook nog rekening mee houden. Nou ja, ik zat even over iets te denken, want als ik zo'n trappetje maak, die zo naar beneden gaat, vanaf de andere kant moet die trap weer vanaf de andere kant naar beneden. Klinkt heel vaag. Yes, diamonds! Nice, nice, nice! Ik was even totaal aan het denken, ik dacht, diamonds, nul reactie. Ik moet even gauw oppassen voor lava. Want dan verlies ik anders heel veel shit. Daar heb ik even geen zin in. Is er nog lava aan de buurt? Heel veel mensen doen dat, hè. Eerst een diamond helemaal uitgraven. Ik doe dat echt nooit. Meestal pak ik het meteen, maar ik heb geen zin in gezeik deze keer. En daar komen de diamonds. 2, 3, 4, 5, 6. Waarom ben ik altijd licht? Oh, dat komt daarvan. Ik schrok al, joh. 8 diamonds, maximale aantal. Niet slecht. Een nieuwe user is aan mij gesubscribed op YouTube. Niet slecht. Waarom zie je dat, Rick? E-mail. Niet slecht. Ik heb 8 diamonds. Kan ik in principe een diamond body maken. Maar ik denk dat ik ze gewoon even in mijn chest doe. En er gewoon even niks mee doe, eigenlijk. Gewoon eventjes laat staan. Voor een keer. Voor als er weer een diamond crisis is. Ik heb nu aandacht wat cobblestone. Kan ik weer wat moois mee doen. En ja, ik ga beginnen met het farmen. Het farmen van mijn farm. Wat? Het farmen van mijn farm. Ik moet ook even beginnen met die steps. En ik moet nog heel veel doen. Coördinaten kunnen trouwens al lang al uit. Sommige mensen ergeren zich aan de coördinaten. Nu niet meer, mijn beste. Dat is voorbij. Die tijden zitten erop. Oké, ik ga even gauw smelten. Al mijn cobblestone. En ondertussen begin ik alvast maar even een klein beetje aan de rest van de farm. Hier, cobblestone in.
En daar een half stekje cobblestone in. En daar een half stekje cobblestone. En daar nog een beetje kool erin. Ik heb ook al een aardig aantal eieren. Dus dat is goed voor onze kippenfarm. Heb ik die stairs hier? Ja. Ik moet even kijken hoe we dat gaan doen. Ja, hoe gaan we dit eigenlijk allemaal doen? Goed, en vraag. Ik begin even hiermee. Dit is echt het beste begin van mijn farm ooit. Moeten jullie zien. Chaka, chaka. Zaadje, zaadje. Oh yeah. That's alright. Ik moet eventjes wachten tot ik meer van die troep heb. Ik kan alvast even een infinite water source maken. Ik kan alvast wat van die blocks vervangen. Nou, eigenlijk kan dat niet. Ik moet even kijken wat het niveau moet worden. Even kijken. Dit is een farm waarvoor we, denk ik, deze hoogte nodig hebben. In principe is het twee hoog genoeg. Dan doe ik hier even een carrot farm of zo. Ik kan momenteel nog geen carrots farmen. Dat is een beetje een probleem. Ik kan nog een kippenfarm hier doen. Gewoon een groot kippenhok maken. En even kijken. Dan hebben we hier de kippenfarm doen. Tweede verdieping kippenfarm. Het boeit me niet zoveel welke verdieping welk niveau is. Want we gaan toch heel diep. Dan wordt dit een kippenfarm. Dus, ik ga even gauw voor het idee even het grondniveau even dicht maken. Dus dat je gewoon even dit niveau ziet. Ja. Die trap wordt in principe nog weggehaald hoor. Daar zit even een keil. Even geen zorgen over maken. Gaat even om het idee. Dus dit moet je ook even wegdenken. En jij moet hier binnenkomen. Met een trap. En die trap die komt hier zo. Ja. Dan loop je tegen de muur aan. En dan kun je zo omlopen, zeg maar, om de trap heen. En ik zal hier even gewoon dirt voor doen. Gaat even om het idee jongens. Gaat even om het idee. Dit is zeg maar zo'n trap en er komen al door van die trap. Maar de volgende trap wat ik dus bedoelde. De volgende van deze trappen komt aan deze kant. Want anders dan moet je al door. Je kan niet onder deze trap nog zo'n trap maken, zeg maar. Dat kan niet, want daar staat hier al een trap. Het klinkt nog vager dan het al was. Kut. Ik help niet. Oké, ik moet wel tot dat niveau, zeg maar. Dat is nog eentje verder, zeker. Toch? Dan dit komt hierop uit, ja. Nou, dan is dit het. This is it, jongens. Dit is mijn trap. En dan voor de rest komt er aan de zijkant overal farms. En dan, ja. Dan hou je nog weinig over als je al zo'n grote trap hebt staan. Zie ik nu. Dan zit ik zo'n grote trap, maar het komt omdat dat ding is dubbel. Omdat anders valt het water er doorheen. Dat hoeft in principe niet bij ieder niveau. Dat hoort alleen maar vooral bij dit niveau, omdat het een wheat niveau is. En wheat heeft water nodig. Carrots hebben ook water nodig. Volgens mensen gaat water door vier hokjes heen, maar dat maakt niet zo heel veel uit, weet je. Maakt me ook niet zo heel veel uit, dat kan. Het kan, oh, kut. Kut, poepjes. Yes. Oké, dan. We hebben nu aardig wat van dit. Hij is even in vier stekjes verdelen. 16, 16. Zo. Heb ik hier wat stacks daarvan? Nou, stacks. Eén stack eigenlijk om precies te zijn. Ik zal even mijn bucket of water weer vullen. Kan ik daar misschien wat leuks mee doen. Dat is hartstikke fijn. Kan ik deze twee met elkaar verbinden. En dan is dit zeg maar het gangpad. Zo zou je het kunnen noemen. En dan gaan we dit even volmouwen. Bouwen, muren. Der mouwen. Zoals de Duitsers dat zo pakkend zeggen. De muur. Ha, de Berlijnse muur. Is dat grappig? Niet bepaald. Toch lachen we erom, hè. Toch lachen we erom. Ondanks dat het niet grappig is. Gewoon blijven lachen. Altijd blijven lachen. Nu kunnen we onze mooie farm compleet maken. Tenminste, nou ja, compleet. Ik moet dan nog eens een dak op trouwens. Noem het gewoon even op, weet je. Ik wil er geen druk achter leggen van, noem het nu een dak op, jongens. Maar, nou, we het erover hebben, dan moet er nog eens een dak op. Oké. Kijk, nu kan dit water in principe los. Maar ik geef ze even gewoon een infinite water source maken. Waar maken we die? Ja, waar maken we die eigenlijk? Goeie vraag. Kut. Infinite water source. Ik maak hem toch maar eventjes hier. Het is niet echt handig, want dan moet je ver lopen en shit. En toch doe ik het. Waarom? Ja, een hele goede vraag eigenlijk. Waarom doe je dat eigenlijk zo? Geen idee. Zo ben ik nou eenmaal. Ik ben wie ik ben, hè. Kun je niks aan doen. Nu is het water weg daar. Waarschijnlijk gaan die zaakjes dan kapot. Het is echt vooral handig dat ik maar één bucket mee heb. Moet je vooral opletten dat detail is. Nice. Het hebben van één bucket. Dat is echt awesome. Het voelt goed. En we gaan weer deze kant op. Misschien werkt het zo. Ja. Rick, die fix dit wel eventjes, hoor. Ik fix het hard. En dan doen we deze. Kijk. Oh. Eigenlijk helpt het helemaal niks. Eigenlijk gaat het nog steeds maar één blokje per keer. Ik moet even meerdere buckets hebben. Dan gaat het al een stuk sneller in ieder geval. Kan ik vanaf de andere kant naar dit punt toe. Misschien dat het dan wat beter gaat. Waarschijnlijk. Zo, la di da di da. En dan moet ik nog veel meer hiervan doen. Oké, nog één keer. Nog één keer. De laatste keer. En. Kut. En kut. En. Ja. Oké, dat is één. Ik heb nog lang niet genoeg seeds. Ik plant al van deze kanten doe ik torches voor het licht. Ik ga zo maar eens een dakje erop zetten. Dan hebben we dat ook alvast gedaan. Kijk, nu kom je zo binnen. En dan denk je zo van, oh, wat een mooie farm. En dan ga je zo, la-di-da-di-da. En dan kun je zo hier en dan kun je hierheen. En dan is hier ook allemaal farm. Ik moet even kijken hoe dat gaat doen. Dat ik hier zo'n pad doe en dat ik dan hier een deel farm doe. Ik kan hier een kippenfarm doen en aan de andere kant een andere beestenfarm. Maar dan denk ik liever één grote kippenfarm heb. Dat ik hier geen soort van hek ombouw.
Ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen, jongens en meisjes. Ik weet het gewoon nog niet. Je kan links een farm doen en rechts een farm. En dan schrijven de mannetjes en de vrouwtjes. Ondanks dat kippen altijd vrouwelijk zijn. Want mannetjes kippen zijn hanen. Ja, ze hebben er nog niet over nagedacht, hè. Zo heb jij er nog nooit over nagedacht. Dus eventjes kijken. Ik ga maar eens beginnen aan het dak. Even een pickaxe maken. Oh, wacht. Een pickaxe. Gewoon een axe. Een hatchet. Dat is ook weer net weer iets anders dan een axe. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil er even een dak op hebben. Dat is echt het idee dat je in een soort van kelder zit. Ondanks dat je nog op dat dak ziet. Jij wat ik niet bedoel. Misschien moeten we maar een aflevering gaan zoeken voor een village. Dat zou ook werken. Dan hebben we een village gevonden namelijk. Hé, hey, leuk. Ei hoort erbij. Maar kippen zijn even makkelijks. Heb ik wat eten en zo. Over eten gesproken. Het is dat ik zoveel van die balls heb. Slime balls. Kun je weed eigenlijk oogsten met pistons? Nou ja, in dit geval niet. Want gebeur eens. Want er zitten ook dingen in het midden. Dan wordt het heel moeilijk. Wordt het een heel stuk moeilijker. Ja, dan wordt het echt heel moeilijk. Dan wordt het echt heel diep als je al die redstone gaat leggen en zo. Voor nu is dat niks en voor later waarschijnlijk ook niet. Of ik moet ooit echt een heel nieuw huis gaan maken. Of ik maak iedere farm als een apart hutje. Dan moet het makkelijk kunnen. Maar ik vond het juist leuk om één groot huis te hebben. Jullie willen echt niet weten hoeveel moeite ik heb gedaan met allemaal uit te graven in het water en zo. Daar heeft aardig wat tijd ingespookt. Waarom zit daar een soort van grafsteen? Een rare grafsteen. Ik heb allemaal hier dirt vandaan gehaald. Cool, hè? Je zou totaal niet zeggen dat ik hier dirt vandaan heb gehaald. Ik ga lekker een diamond shovel maken. Gewoon omdat ik 8 diamonds heb. Dan kan ik dat, weet je. Een soort van gevoel van awesomeheid. Even kijken, 2 sticks. En wat zetten we op die sticks? Een diamond. Mooi. Is mooi om te zien dat het kan gewoon, hè. Dat soort dingen nog kunnen vandaag de dag. Ik maak meteen even nieuwe buckets. Wat voor dingen heb ik? Pomp even wat shit in mijn chest. Nou, wat over dingen hebben. Nee, ik heb die ingots nodig. Blijf. Kom terug, ingots. Oké, terug ingots. Dat was het wel zo'n beetje van dingen die terug moeten. Ik doe wel even 2 buckets. Ik maak het even een stuk extremer. Ja, het gaat wel dubbel zo snel. Zo heb ik nog niet naar bekeken. Maar kan ik ook een diamond headship maken? Tuurlijk, joh. Tuurlijk. Ik ga nog aardig wat wood nodig hebben, want mijn huis wordt ook erg hoog in de hoogte. En dat wordt hoog in de hoogte. Vind ik sowieso wel cool klinken. Ga ook shit voor nodig hebben. Nou, shuffle is wel eventjes wat dirt bij elkaar. Ik wil het namelijk gewoon gelijk maken, dit land. Dat het gewoon flat wordt. Flat, plat. Het verschilt maar één letter eigenlijk. Flat en plat. Flatland. Het zal veel cooler klinken, jongens. Nou ja. Klinkt niet echt veel cooler. Klinkt ook niet minder cool, dus dat scheelt. Oké, ik heb nu aardig wat dirt. Nou ja, niet aardig wat. Ik heb dirt. In ieder geval een aantal dirt. Yes, een zaadje. Die ga ik zo hard farmen. Oh, ik ga meteen even wat bomen doen. Yes, jullie denken nog steeds, Rick, dit is echt het meest kansloze huis ooit. Ik denk, dat valt wel mee. Misschien een beetje. Het is wel het mooiste huis dat ik ooit gemaakt heb, want mijn huizen zijn altijd lelijk. Dat scheelt. Hey, die boom groeit daar gewoon niet. Wat is gebeurd? Deze boom zit vast in de weg en bederft zijn groei. Daar steken we even een stokje voor, boom. Zo. Dat is alvast een beetje boeit. Yes. Oké, ik heb nu een hele stack. Misschien is dat wel eventjes genoeg. Zal even checken. Of we er nu een dak op kunnen zetten. Ik maak er nog geen huis van, weet je. Dat zou ik niet durven. Misschien. Ik denk dat we volgende aflevering gaan beginnen met de bovenkant van het huis. We hebben nu de weed farm eindelijk gefixt. In zometeen 15 minuten. Maar we hebben ook nog extra 8 extra diamonds gevonden. Dus er zat Minecraft afleveringen waar ze alleen 8 extra diamonds vinden. Met als doel 8 extra diamonds te vinden. En ik vond 8 extra diamonds zonder het doel te hebben 8 extra diamonds te vinden. Zeg dat maar 3 keer snel. Yeah. La-di-da. Vooral die schrik in mijn zang. La-di-da. Dat was echt een intense schok die door mijn lichaam ging. Wat is de makkelijkste manier om dit zo te doen? Ik heb geen idee. I would not know, Mr. Baant. Ik heb laatst Skyfall gezien. Oh, dat zei ik vorige aflevering. Ik ga Skyfall zien en nu heb ik hem gezien. Dat was leuk. Ja, weet je, zo van, hey, James Bond. Die ken ik ergens van. Nou wat, ik kijk een James Bond film. Oh, zit dat zo? Heb ik nog wel genoeg wood? Auw, mijn gevoelens. Ik hoop dat de weed een beetje groeit hier. Dat is wel de bedoeling, daar heb ik het tenminste voor. Dirt, weg. Foei. Ik heb nog 18. Misschien gaat het lukken. Dan wil ik even mijn heel pakken, mijn hoer. Hé, hey, hoer, kom eens hier. Tweede stukje. Yeah! Hardcore farming met Rick. Met boer Rick. Dit ga ik niet redden, denk ik. Of wel dan. Of niet dan. Of niet dan. Nee, niet dan. Poep. Ik was zo dichtbij. Het dak maken. Oké, ik ga het nu even gauw doen. Ik zal meteen eventjes mijn blokjes weer looten hier. Uit de furnacen. Voor de volgende aflevering ga ik nog even offscreen wat hout halen en wat stone. Anders is het voor jullie ook weer geen bal aan. En dan kunnen we flink gaan bouwen. Ik heb hier nog een nieuwe stack. Even zo en zo. Ja, oh mijn god. Stackjes van 9 worden er gemaakt. Er worden stackjes van 9 gevormd. Oh nee, eentje is 8. Maar, fuck, waarom met zeggen, wat de fuck ben ik aan het doen met stone bricks? Misschien dachten jullie dat ook, Rick. Wat de fuck doe je met die stone bricks? Goeie vraag. Waarom heet ze niet Stone Ricks? Dat is pas een goede vraag. Ik vind dat de Stone Bricks naar mij vernoemd moeten worden en heet ze Stone Ricks. Rick, wat ben je grappig. Dank je, dat hoor ik wel vaker.
Ja. Dit laagje moet natuurlijk eentje lager. Laat je daar niet door verleiden. Ik weet niet hoe je kan verleiden door een setje bricks, maar... Het kan, weet je, het bestaat. In ieder geval voor mij. Yes. En ja, dan hebben we toch zeg maar een farm. Ik ga eens nog even de bovenkant doen. Ik ben heel erg aan het multitasken. Van de onderkant, bovenkant. Dirt halen, bomen omhakken. Weet je, ik weet nooit wat ik nou echt wil in mijn leven. En dan krijg je dit soort dingen. Zal ik daar een slime op een boom zitten? Of viel het wel mee? Ik kan deze boom nu niet helemaal omhakken, wat best wel dom van mij was. Sorry, boom. Sorry, ik heb een boom. Of juist niet. Had ik deze boom wel om, die kan ik tenminste wel helemaal omhakken. Yeah. Nu heb ik genoeg hout. Tenminste, dat is het plan. Mijn plan. Ik kan even die boom die ik net heb omgehakt langs voor misschien nog wat lieve saplings. Liggen die saplings hier nog ergens? Ik weet niet, waar heb ik die boom eigenlijk omgehakt? Ik weet niet, hier liggen saplings, dus dat zal hier wel geweest zijn. Oh mijn god, 3 saplings. En het voetstuk ligt er ook nog. 5 saplings van 1 boom. Echt, die bomen droppen veel meer saplings sinds een of andere update. Een of andere hoek, koek koek. Precies een stack, hoe toevallig. Notch werkt mee met mijn snode plannen. Oké, dan, nu maken wij het dak voltooid. Zo, yes. Ik moet nog even kijken hoe we de rest van het huis gaan doen, want ja, dit is niet in het totaal huis, zeg maar. Echt, Rick, is dit dat zo? Ja, klopt. Ik moet even wat toortjes plaatsen hier beneden, anders dan komen de gemene monsters op me af. En ik heb natuurlijk al mijn kool in de chest gestopt, dammit, ik haat mezelf. Kom eens hier, kool. Yeah. Sticks. Yeah. Cool. Yeah. Hoppakee. Oh nee, sticks, blijf. Jij mag even weg. Jou ga ik eventjes niet meer gebruiken de komende paar seconden. En dat vlees heb ik al een tijd niet meer gebruikt. Nam nam nam, ik zat er niet op. Peaceful. Ik had mezelf op peaceful gezet voor bouwen. Ik wou net zeggen. Ik had dacht, of misschien bouwen, straks blaas ik alles op. Oh god, sta ik een hele aflevering op peaceful. Sorry, ik was het vergeten. Het ligt niet aan mij. Nou oké, misschien een beetje. Maar ik wou jullie helpen, oké. Maar het ging niet helemaal goed. Ik dacht dat, want dan spannen de monsters hieronder. Maar ze spannen maar niet. En ze spannen maar niet. En ze spannen maar niet. En af en toe spannen ze gewoon niet. Hey, creeper. Hey, oh, creeper. Sowieso dat als het eenmaal ontploft, dan wordt het één groot zootje als die binnen afgaat, weet je. Dan gaat al dat water dingen doen. Gaat allemaal dingen doen en zo. En dat vind ik niet helemaal niet leuk. Lekker vaag. Ja, ik ben altijd vaag met dat soort dingen. Waarom heb ik... Dom. Die hele muur van buiten, deze rand, ik dacht, ja, laat maar. Ik dacht dat deze rand, dit hier kwam. Dus ik dacht, dan kan ik wel van cobblestone doen. Niemand heeft het door. En ja, nu zie je het best wel. Niet dat stone bricks veel verschil is van cobblestone, behalve dat je moet koken en dan in vier blokjes moet doen. Vooral dat in vier doen is heel moeilijk en zo. Echt uitputtend voor mij. Zo, kijk. Nu heb je dus maar een beeld van hoe het hier is. Je komt zo binnen. Hey, leuke farm, Rick. Dank je, Rick. Ga je naar beneden. En dan heb je hier precies hetzelfde plan. Alleen is dit zo. Ja, dit gaat er zo uitzien dan. En het plafond hoort niet van deur te zijn. Oh, dat is natuurlijk het... Ja, oké. Okay, ik snap hem al. En dan heb je zo'n mooi dakje. En dan ga je naar de volgende. Alleen hierna hoort meteen weer een trap te komen, zie ik al. Ja, dat is echt plat. Want dan ren je dwars door je eigen farm heen. Daar ga je nog wat op verzinnen. Kut. Want ja, ik kan beter links een trap doen. En dan de andere keer rechts een trap bijvoorbeeld. Maar ja, daar ben ik nu een beetje laat mee, denk ik zomaar. Of ik maak gewoon alsnog, wat? Oh mijn god, er zit een slime op mijn huis. Op mijn huis zelfs. Sterf, slime! Nye. Jammer. Skeleton. Vooral die geluidseffecten waren nodig. Ik denk dat ik liever gewoon een zombie villager dood en dan daarvan een wortel krijg, want ik ben lui. Jullie wisten al dat ik lui ben, dus dat scheelt. Niets nieuws ofzo. Je moet even kijken. Ik denk dat ik toch liever dan een eenmalige trap maak met ladders. Dat ik het met ladders ga doen. Want ja, ik vind deze trap er heel vet uitzien. Alleen, het gaat dus niet echt zo. Want dan moet ik nog een trap. Anders moet iemand me even een oplossing geven voor dit probleem. Want ik heb geen zin om hier met hem weer een trap te maken. Want dat staat zo eens keer. Alhoewel. Nou, jullie snappen mijn punt. Misschien een beetje, klein beetje. En medelijden. Gewoon medelijden. Ik had toch nog iemand. Ik had er nog een bukt. Zeker weten, Rick. Je had nog een bukt. Bij de volgende aflevering zorg ik ervoor dat deze hele farm eventjes af is. Dan snap je hoe ik dat gemaakt heb in ieder geval. En dan de aflevering daarop. Begin van de volgende aflevering. Wat gaan we volgende aflevering doen? Laat een comment achter en dan verzin ik wel iets. Misschien moeten we ergens heen of moet ik verder aan mijn huis? Moet ik de bovenkant van mijn huis fixen? Moet ik iets doen aan mijn huis in het algemeen? Of moet ik gewoon gaan mijnen? Moet ik op avonturen? Moet ik een mineshaft zoeken? Moet ik een enderdinger verslaan? Noem het op en ik ga het doen. Nou, niet allemaal. Ik kan niet alles tegelijk, weet je. Nog even één keertje, ja. Dan is de linkerkant gefixt.
Zo. Hier is een fantastische weed farm aan de linkerkant. En wacht, ik heb natuurlijk al de dirt verzameld voor de rechterkant. Die kan ik alvast even plaatsen. Hoe spannend de dirt wordt geplaatst. Hoe spannend is dit nou eigenlijk, Rick? Hoe voelt dit voor jou? Nou, het voelt goed om de dirt te plaatsen voor mijn farm. Ik geef toe, weet je. Ik had niet geweten dat het zo goed ging voelen. Misschien is ik de volgende aflevering een dieren. En de volgende verdieping een dierenfarm. Maar dat ik er dan minder last van heb. Dat is waar, dat is waar. Als ik hier zijn maar kippen doe en daar kippen. En dan kippen overal. Ik kijk nog wel eventjes. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet even niet te liken en te abonneren. Tot de volgende aflevering. Doei!